is de tweede week van juni. En de aardbeien staan er prachtig bij. Ze liggen netjes op stro. Ik heb dit jaar 8 rassen. En die heb ik zo gezet dat aan deze kant, dat is een heel lang bed, aan de kant die het vroegst in de zon is, staan de vroegste aardbeien. Het begint hier met Dye Royal. Dat is het vroegste ras. Wat bij een milde lente, die we nu niet gehad hebben, dat dan al eind mei, begin juni kan dragen. Maar hier zitten ook goede aardbeien aan. Dus die zullen de eerste zijn. Dan hebben we hier Corona. Dat is een geweldig smaakvolle aardbei die ook in juni draagt. Lambada. Dat is echt de zoetste. Die smaakt naar aardbeiensnoepjes. En hier hebben we Maxime. Dat is een aardbei die soms een kinderhandje vult. Zo groot zijn ze. Dan hebben we hier Niese Schindler. Dat is een aardbei met een leuk bijzonder uiterlijk. En een heel geurige vrucht. Senga Sengana, ook een forse plant. Ik moet zeggen dat ik die vruchten nog niet ken, dus dat is voor mij een verrassing. Dan hebben we Snow White. Dat is een allemaal juni dragende aardbeien, maar deze is dan weer ietsje later. Het is een klein plantje met kleine aardbeitjes die heel geurig zijn en hartstikke mooi. En dan eind juni staat hier Faith. Dat is ook een mooie forse aardbeienplant die dus de hekkensluiter is van de juni dragende aardbeien. Nou, ze bloeien allemaal prachtig. Gaat straks net overheen om ze tegen de vogels te beschermen. En dan ben ik benieuwd hoeveel we kunnen snoepen dit jaar. Het mooie van stro eronder is dat de aardbeien schoon blijven. Maar ook dat het anti-worteldoek waar ik ze op til minder heet wordt. En dan wordt de bodem onder de aardbeien ook minder warm. En dat is voor aardbeien fijn, want dat zijn eigenlijk planten die zich op de rand van het bos een beetje in de schaduw het beste voelen. Dan blijft de grond koel en verliest minder vocht, waardoor de aardbei beter groeit. En ondertussen heb ik minder onkruid. Nou, inmiddels ben ik doorweekt. Het klusje is nog niet af. Want het is belangrijk dat er geen los net is. Er zijn ook geen uitstekende stukken waar vogels zich in kunnen wikkelen. En dat het overal strak staat, dus er moet nog een aantal haken bij, grondankertjes bij. En zoals je ziet, is er water genoeg. Eerst nog maar even schuilen.